Hi iedereen, welkom terug bij een nieuwe video op ons kanaal. En zoals je kan zien hebben we vandaag een speciale gast, namelijk Shilling. Hey. En we hebben al een keer eerder een video met z'n drietjes opgenomen en vandaag is het weer tijd voor een nieuwe video. We gaan vandaag de tinfoil challenge doen en dat is een challenge waarbij we eigenlijk onze make-up doen in een aluminium folie. Daarna drukken we die op ons gezicht en dan zit onze make-up look er in één keer op. Ja, dat is een beetje het idee. Het zou super fijn zijn als dit gewoon een geweldige, handige manier is om lekker snel te zijn in de ochtend. Ja, dan kun je gewoon de avond van tevoren je folietje opmaken. En dan in de ochtend doen we alleen nog maar zo. En dan ben je klaar. Klinkt ideaal. En de challenge is dan een beetje natuurlijk van wie van ons drie krijgt het allerbeste voor elkaar. Ik heb er al heel erg zin in. Zal ik de folietjes erbij pakken? Maakt het uit welke kant we doen? De matte kant of de glimmende kant? Ik weet wel dat we het op twee manieren kunnen doen. We kunnen of nu ons gezicht hierop tekenen, of hem eerst op ons gezicht drukken, zodat we een mal hebben, zodat je een beetje weet waar je ogen, je wenkbrauwen en alles zit. Oh ja, mag dat? Ja, zullen we dat? Okay. Dat vind ik wel een goed idee. Oh, ja, dat mondje. Dat mondje. Ja, maar zo beter. Oh, je ziet echt die bolle wangetjes bij mij. Nou, we hebben hier allemaal make-up producten. Ik heb verschillende foundations, oogschaduw, wenkbrauw. Echt van alles nog. Natuurlijk ook highlighters. Ja, highlight. Ik heb wat vloeibare highlighters meegenomen. Ik dacht, misschien is dat makkelijker. Ja, waarschijnlijk. Ben je niet zeker? Beter. Ik had hem niet op plat gehad misschien. Ja, ik ga hem even op een platte doen. Oh, dit is wel heel leuk om te doen. Het is een beetje, stel je, een beetje tekenen of zo, of kleuren. Ja, zoals op de basisschool. Eigenlijk hadden we nu als eerste de poeder moeten doen. Eigenlijk wel, ja. Dus je doet er natuurlijk andersom. Ja. Of had je dan ook eerst lipstick moeten? Oh nee, want dit komt natuurlijk op je gezicht. Oh, jullie doen heel veel. Oh wacht, ik moet ook even meer dan. Ja, ik hou van goede coverage. Dus, Het is heel moeilijk om dit mooi egaal te blenden ook. Ja. Ik ga gewoon de contour doen en die ga ik met deze vloeibare doen. Yeah. Oh, het is echt donker. Oh, oh my god. Drama. Wat heb ik gedaan? Vierkantje. Ik gebruik normaal niet echt blush, maar dit keer ga ik wel voor een klein beetje blush. Voor, dit is een highlighter cream, dus die ga ik gewoon royaal aanbrengen hier. Oeh. Oeh, yeah. Oh, kijk, dit is wel een goede methode. Maar ik moet zeggen, het lijkt een klein beetje op een aapje. Ja, je hebt wel gelijk, hè? Wow, die van jou is heel mooi. Ik zat te denken van, ik wilde eigenlijk zeg maar de wenkbrauwen gaan doen met het potlood, maar ik denk niet echt dat ik door mijn dikke laag foundation heen ga komen. Dus misschien doe ik het gewoon met dit bruine spul. Oh, dan kan je wel een hele mooie vorming krijgen op die manier. Ja, maar dat ziet er echt goed uit. Ik wilde dit blenden de highlighter. Oh, nee, 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 ik doe die brow. Ik vind het wel echt leuk om te doen trouwens, jullie. Ja, het is eigenlijk leuker dan ik had verwacht. Oh, ja. Ik haal al mijn spul weg. Oh nee. Hoe kan dat nou? Huh? Nou, wat een kunstwerkjes. Nou, we zijn klaar met onze kunstwerken en creaties. Een mooi woord kan ik het volgens mij niet geven. Dus gaan jullie even laten zien wat we al hebben gedaan. Oh, het is echt gewoon zo. Oh, dit is raar als je dat ziet zo in de camera. Van die gezichtjes. Ja, maar ik heb het gevoel alsof ze heel groot zijn. Heel groot? Nou, het moet ook een beetje hier omheen trouwens. Want dit is eigenlijk gewoon een plat gezicht. Mijn wenkbrauwen nog. Mijn wenkbrauwen zijn inmiddels al het lekker hier. Dus doe maar snel plat dan, anders wordt die... Dikke wenkbrauwen. We gaan eventjes onze make-up verwijderen die we nu hebben. Zodat deze mooie kunstwerken heel mooi op ons gezicht kunnen. Dus dat gaan we nu eventjes doen. Nou, we hebben onze make-up verwijderd. Dus we zijn klaar om ons masker op te brengen eigenlijk. Er is alleen even iets heel sufs. En dat is dat Larissa en ik waren vergeten dat wij gisteren wimper-extensions hebben laten zetten. En we vinden het een beetje zonde als er heel veel make-up in komt te zitten. Ja, dat is gewoon zonde, want dan kan je ze een beetje vernietigen. Dus we gaan nog steeds de make-up aanbrengen, maar met een veiligheidsbrilletje. En ik hoop dat jullie het niet erg vinden, alsjeblieft niet haat in de comments. Ik ga gewoon al full face, dus ja. Mooi met een brilletje. Zo. Oh. Oh. Je bent het helemaal dubbel. Wat? Ja, top! Dat was nogal van vlieg. Ja. Oh, nee. Oh, ik ben zo benieuwd. Ja?
Oh god, kijken. Mijn wenkbrauw zit er redelijk goed. De andere zit echt helemaal. Ja? Ja. Goed gelukt? Zal ik deze afdoen? Oh shit! Ik zit er best op een sukkel. Ik dacht dat ik er best oké uitzag. Maar het is veel erger dan ik dacht die ogen. Wow. Maar qua plaatsing van alles. Ik bedoel, het is niet vreselijk toch? Je wenkbrauwen, je lippen. De highlights. Oh, die highlights. Ja. Oh, oh ja. En je lip inderdaad. En deze wenkbrauw. Inderdaad. Mijn contour die zit zeg maar wel op de goede plek. Ja, ik moet zeggen dat het echt netjes geplaatst is. Ja, ik ben best wel trots. Dus, ik ben heel benieuwd naar jullie. Zal ik... Ja, jij eerst. Ik ben zo benieuwd naar jouw gezicht. Omdat ook die contour zo bruin is. En je hebt heel veel kleuren. Ik doe eerst de mond. Ik vind het heel verhaal. Beetje zenuwachtig zo. Oh, ik weet niet wat ik zeg. Het is echt vreselijk. Maar volgens mij is dit je mascara hier. Ja. Waar zijn mijn wenkbrauwen dan? Ik heb mijn wenkbrauwen omhoog. Oh, dat zijn je wenkbrauwen, of waar niet? Waar zitten die dan? Hierboven misschien? Nee. Oh, dat zijn je wenkbrauwen. Nee, dat is de eyeliner, denk ik. Nee, wenkbrauwen zijn gedroogd, denk ik. Oh, die zitten gewoon, die zijn gewoon niet meegekomen. Oh, nee, wat erg. Ik moet zeggen, bij Tara zijn nog een paar dingen op ze oké praat. Maar ik ben... Nou, de lippen zitten wel ik goed. Ik wil je compliment geven, maar ik weet gewoon niet waarom. Nou, de neuscontour, die is er al. Ja, die is al mooi. Ja, ja, ja. Nice. Oh, wat erg. En die lippenstift. Ja, nee, geen succes. Ik ben heel erg benieuwd naar jou. Ja, hè? Ja. Mag ik ook het brilletje hebben? Oh. Wauw. Wow. Ik ga denk ik gewoon doen dat mijn wenkbrauwen goed komen. Dan zie ik het wel bij de rest of zo. Of kijk hoor. Zo. Andere techniek. Oké, okay, komt ja. 1, 2. Oh. Ja? Oh, oh. Oh. Best wel goed eigenlijk. Maar ook niet heel erg. Ik zie helemaal niks. Oh my god. Het enige is dat het heel heftig voelt. Is dit hier een druppel of zo? Dit zit, ja, dat is wel de lipstick. Ja, de lipstick is goed. De wenkbrauw zit er goed. Ja, sorry, het ziet echt heel erg uit. Nou, ik moet zelf even kijken. Ja. Ik dacht dat jullie zo helemaal te goed uitzag. Oh my god. Ik dacht echt, wow, die is heel raar, het is echt vreselijk. Die wenkbrauw veel te hoog. Nou, de plaatsing. De plaatsing is oprecht. De plaat zit echt wel goed hoor. Van ons drieën is maar waar is mijn highlighter gebleven? Op je bril. Hier, oh, zit hem al hier. Oh my god, deze kleuren. Wat lelijk. Maar je wenkbrauwen zijn, nou, bijna de inzicht zijn ze wel echt groot hoor. Ze zijn wel breed. Ja. Nou, dit is dus de look geworden van ons alle drie. En we zijn heel erg benieuwd wie van ons drie jij het allerbeste vindt gelukt. De make-up look, zeg maar. Dus laat eventjes in de comments een reactie achter met op volgorde wie van de drie het beste was. Beste bovenaan, slechtste onderaan. We zijn gewoon heel erg benieuwd wie van ons drie heeft gewonnen. Nou, kan je geen genoeg krijgen van video's van ons drieën? In ieder geval ik niet. We hebben op Chalinks kanaal namelijk ook al een video samen opgenomen. En dat is de 100 lage nepnagels. En dat is ook wel echt een hele leuke video geworden. Die staat al online. Dus we zullen het linkje daarvan eventjes in de beschrijving zetten. En we zullen hem ook eventjes in het i'tje plaatsen. Dus ga daar ook zeker naartoe om die video te kijken. En check ook zeker haar kanaal uit. En abonneer je ook natuurlijk bij Chalink. Geef een duimpje omhoog. Goed. Geef een duimpje omhoog als je hem weer gezellig vond. Ik vond het in ieder geval super leuk om te doen. Het was lekker kliederen en zo. Ja. En het resultaat mag ook echt zeker wezen. Dus ja, ik denk dat we nu verder kunnen met de rest van onze dag met deze mooie looks voor boodschappen doen. Ja. Dus super bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei! Doei.